Transparant kleuren met uh, kleurpotlood. Ik begin met een uh, rode en een groene vorm neer te zetten. En de rode vorm wordt de transparante vorm. Ik zet het groen dus wat steviger op en buiten de overlapping. Kleur ik hem eerst helemaal gelijkmatig in. ja Dat er een vrij redelijk stevige vorm staat. En dan gaat het overlappende stuk: dat kleur ik dus heel licht in met groen. Dus lang niet zo stevig als die buitenvorm, zoals je ziet. Nou, deze is dus een stuk lichter. En dan. Pak ik het rood en dan ga ik gelijkmatig heel licht het rood overheen kleuren. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het rood net zo licht is gekleurd als het overlappende stukje groen. Ja, die wordt ook weer helemaal ingevuld. En dan kleur ik de groene vorm nog extra stevig waardoor het contrast van het transparante en het uh, en het niet transparante nog duidelijker wordt en dan zie je dat de rode vorm heel mooi als een transparante vorm over de groene vorm heen komt het is natuurlijk ook uh, mogelijk om uh, wat stevigere uh, overlappende kleuren je ziet dat ik het rood nu een stuk steviger kleur. En ook dan blijf je de groene vorm eronder zien. Dat is een hele andere, een hele andere kwaliteit van, uh, van transparant kleuren. Maar het is ook transparant. Ja. En vervolgens uh, de laatste optie. En dan uh, kleur ik dus weer uh, heel lichtjes over met groen over het rood heen. En er zijn dus twee gelijkwaardige uh, kleuroverlappingen en je ziet dat buiten de rode vorm is het groen ook heel licht in tegenstelling tot de stevige groene vorm aan de andere kant.